Ja, feestje in de parkeergarage. Hey, hallo! Wat leuk dat jij kijkt naar deze nieuwe video. Het is weer zover. We mogen weer on tour. En wij nemen jullie graag mee. Als het goed is, zijn onze weekenden voorlopig helemaal volgepland. Dus komen er meer vlogs aan. Abonneer je daarom ook op mijn kanaal, zodat je geen enkele video mist. We hopen natuurlijk dat alles door kan gaan. En we zijn heel erg benieuwd. We hebben er super veel zin in. En ik hoop daarom dat we ook nog hele vette vlogs voor jullie kunnen gaan maken. Daar ga ik wel van uit natuurlijk. En dat we weer heel veel mensen mogen gaan zien. En dat het allemaal weer een beetje mogelijk is dat het weer wat terug naar normaal gaat. Daar hoop ik in ieder geval heel hard op. Want ik ben er echt wel aan toe om weer lekker on tour te gaan. Om weer leuke feestjes af te gaan. En om vooral weer heel veel plezier te maken. Dus daar kijk ik enorm naar uit. We gaan vandaag ook een dagje weg. Ik ben nu op Michelle aan het wachten. Zij komt naar hier. We parkeren voortaan onze auto's gewoon bij elkaar thuis. Want als je de vorige vlog niet hebt gezien, in mijn auto is namelijk ingebroken. En dat heeft heel lang geduurd voordat het allemaal weer een beetje oké was. Mijn auto is inmiddels gemaakt. We kunnen weer gewoon lekker rijden en weg. Maar voorlopig spreken we toch maar niet op een carpool af. Maar gewoon veilig. Waar de auto's veilig staan. Vandaag gaan wij dus een dagje weg. Wij gaan namelijk naar Gent. Er is vandaag een evenement Hart voor onze kinderen. En daar zal Josje Huisman spreken ook. En het is super tof, want ik heb Josje Huisman al anderhalf jaar niet gezien. En zoals velen misschien van jullie weten, ben ik groot fan van haar. Dus ik ben onwijs benieuwd. Eerst nog even wachten op Michelle. En there she is. Ja, Michelle is dus aangekomen. Ik ga de deur maar open doen. Ja, ze blijft ook bij mij slapen, want morgen hebben we nog een feestje. Ja, we doen het gelijk goed natuurlijk. Gelijk het hele weekend vol plannen. Dat vinden we hartstikke leuk. Ik heb er echt heel veel zin in. Dus, there she is. Joehoe. Ja. File! Yay! Ja, bij ons toe gaan hoort natuurlijk weer file, want ja, hè, dat is normaal. Dus, nog even te gaan. Ja, zoveel zin in. We hebben gemist de file. Nee, dat hebben we echt niet gemist. Nee. Dus ja. Maria. One hour later. Zo, inmiddels zijn we aangekomen in Gent. Veilig en wel. Yay! Zo, even weer spannend hoor, zo ver rijden. Zo weer even geleden. Nou, zo hebben jullie ons ook heel vaak zien lopen. We hebben de navigatie weer aan, want we weten niet waar we heen moeten. Dus we zijn aan het zoeken. En ik doe het niet, want ja, dan gaat het we weten wat er dan gebeurt. Dan gaat het altijd mis. Ja, dus nu doet Marissa dat, want dan gaat het misschien goed. Ja, ik denk het wel. Volgens mij lopen we goed, want volgens mij moeten we daar naartoe. Ja, dan komt het vast goed, hè? Het wordt niet altijd begrepen, de beslissingen die ik maak worden uitvergroot, meegekeken over. Iedereen heeft zijn mening en adviezen klaar. Oh, we gaan een bos in nu, jongens. We gaan aan het bossen. Ja, we zijn er bijna. We zijn niet verkeerd gelopen dit keer. Ik hier niet verkeerd gelopen. Ciao. Oké. Over ons zeggen. Wij weten toch wel het voelt. De rug toekeren. Laat ze maar protesteren. Ha ha.
Peetjes! Ja, we hebben inmiddels een lekker terrasje gevonden. We moesten nog eventjes wachten, dus we dachten we gaan wel drinken. Cola. Ja, ik had er ook nog nooit van gehoord. Dus, proeven, hè? We gaan proeven. Proeven wat is. Dus proost op het terrasje. Hè? Ja, en het gaat regenen. Dat is wel weer wel een beetje minder. Maar ja, maar ja, hè, dat mag de pret niet lukken. We maken er zelf gewoon een feestje van. Yeah. De laatste gast is een muzikale dame met liefde voor muziek. Kinderen, en zeker kinderen die het moeilijk hebben. Ze is een Nederlandse zangeres, actrice, danseres, presentatrice. Hier is ze voor u, niemand minder dan Josje Huisman. Hallo allemaal. Daar ben ik weer. En ik zat te denken, wat kan ik deze keer nu toch nog zeggen eigenlijk? Het lijkt toch allemaal beter te gaan? We zijn er toch bijna vanaf? We kunnen weer op de terrassen. En we mogen, ja, we mogen weer op vakantie. Maar wat ik ook geloof, is dat het tijd wordt dat we ons meer en meer op onszelf gaan focussen. In onszelf keren. In plaats van te veel bezig zijn met wat de ander doet, denkt of zegt. We doen het samen, we doen het samen, samen tegen corona. Je doet het voor de ander, terwijl veel van die anderen daar niet eens om vragen. Voel jij het verschil tussen deze twee? Omkoping, chantage, manipulatie, controle of liefde, geduld, acceptatie en vrijheid. Wat kies jij? Dank je wel. Dank u wel. Fantastisch. Zo, en het zit erop. Tada! Tada! Nou, we hebben nog heerlijk gekletst met Josje. Ja. Na jouw toespraak. Ja. En het was super gezellig. Zeker nog, denk het half uurtje zitten kletsen samen. Dus dat was heel erg gezellig. En nu zijn we onderweg weer terug naar de auto. We hopen dat we hem kunnen vinden. Want dat is natuurlijk ook altijd het tweede dingetje. Want ja. Je krijgt tegenwoordig geen parkeerticket meer. Nee. Dus ik ben benieuwd hoe we dat nu moeten gaan doen. Ja, we gaan het even vinden. Dat wordt weer een ding, hoor, jongens. Dat wordt weer een ding. Dus we gaan... En dan gaan we nog eten zoeken. Want ja. Dat moeten we ook nog doen. Ja, en het is al inmiddels 6 uur. Dus we zijn benieuwd. Even oversteken. Even gaan oversteken. Het is hier gevaarlijk. Het is gevaarlijk in Gent. Gent is een gevaarlijke stad. Ja, het is een gevaarlijke stad. Uitkijken. Ja. We moeten goed uitkijken. Maar dat moet je altijd doen natuurlijk. Dat is waar. Maar we gaan de auto zoeken. Ja. Wens ons succes. Nou, de parking is inmiddels gevonden. We zijn er nu. Ik ga de automaat vinden. Even kijken. Moeten we eerst waarschijnlijk mijn auto vinden, want we moeten dat kenteken. Nee, volgens mij moeten we boven betalen. Maar boven was de automaat kapot. Daar gaan we al niet. Nee, aan de zijkant stond zo'n automaatje. Dat heb ik gezien. Ja, echt. Oh, dit gaat niet goed komen. Waar moeten wij betalen? Waar moeten we betalen? Ah, daar is mijn auto. Mijn auto hebben we gevonden. Dat is al iets. 15 minutes later. Onze richting, het toilet. We zijn weer naar boven, want we kunnen het niet vinden. Op de oranje kekels. Oranje. Maar dan gaan we helemaal weg van de... Wat is dit dan? Oh, dat is elektrisch. Oké. Okay. Nou, het is hier gewoon een spoorzoekertje doen, zeg maar. Dus we moeten de kegels volgen om te betalen. Nou, ik heb nog nooit gedaan in een parkeergarage. Het is wat. Ja. Oh ja, ik doe het goed. Nou, kijk nou jongens, er is gewoon een foto gemaakt van mijn auto. En zo weten ze dat ik binnen ben gereden. Kijk. Mooi. Hoe leuk. En nu betalen. Oh, betalen. 50 jongen. Wat goed kon je. Oh, wat leuk. Even kijken, hoe doen we dat? Zo, en weer terug naar beneden. Hè? Omdat we dat zo leuk vinden. Ik ben wel blij dat het niet zo duur kost in ieder geval een keertje. Ja.
parking is goed genoeg. Ook eens een keer goedkoop. Ja, dat is altijd hetzelfde liedje, al dat dure geval. Dat heb ik dus niet gemist. Echt goedkoop maken, want het is echt normaal. Ja, wat wij soms kwijt zijn aan parkeerkosten. Ja, dat is niet te doen. Dan kunnen we echt vaak van naar de show gaan. Ja, hè? Dat is echt niet normaal. Dan kunnen we hartstikke vaak van naar de show. Dat is echt niet normaal. Kijk, there he is. Daar is mijn auto. Oh, mooi hè jongens. Wat is die mooi gemaakt hè. Oh. Alles zit er weer op. Kijk, mijn spiegelkapjes. Ruitenrissers. Alles weer helemaal netjes gemaakt. Feestje in de parkeergarage. Ja, feestje in de parkeergarage. Muziek. Dat hebben we ook wel gemist, muziek. Zo. Nou. Oh, die zijn we dan. Oh. Zo, inmiddels een klein stukje al gereden. En wat gaan we nu doen? Eten! Zin in! Dus kijken wat ze allemaal hebben. Zit vol. En jij? Heb je ook goed gegeten? Ja. Ja, dan moeten we nog een uurtje naar huis rijden. Dus dat gaan we nu doen. En ja. dan gaan we wijnen. Marissa de barvrouw. Sorry dan. Hallo. Ja, inmiddels zijn we lekker thuis aangekomen. Ja. En ik ben ook de vlog alvast aan het editen. Ja. We hebben lekker een drankje erbij gepakt. Ik doe niks. Ik kijk alleen maar. Ja, Michelle is aan het kijken hoe dat ik allemaal zo vingersvlug alles in elkaar aan het zetten. Ja, ik snap er helemaal niks van. Maar goed, daar hebben we Marissa voor. Zij is voor de vlogs. Zij kan dat supergoed. Dus perfect. Ja, en morgen hebben wij nog een hele leuke dag. Maar daarvoor moeten jullie volgende week naar de nieuwe vlog kijken. Ja. Want we gaan gewoon door. Ja. Ja, voorlopig komen er elke zaterdag om 10 uur komt er een nieuwe vlog van ons online. Yay, we mogen eindelijk weer. Dus we gaan proberen zoveel mogelijk video's voor jullie te maken. Ja. Maar daarom moeten jullie wel eventjes abonneren. En even een duimpje omhoog doen als je de video leuk vond. Dus bedankt voor het kijken. En we zien jullie tot de volgende keer. Doei!